Nou, poging nummer zoveel. Welkom bij onze nieuwe vlog. Kookvlog nummer 45. Ja, 45 alweer. Gaat hard. Net was ik dus ook aan het vloggen, maar toen had ik geen kaartje in. Dus ik vroeg mijn ventje of hij mijn kaartje wil ophalen en bij de computer. Kaartje erin. Wil ik weer vloggen? Schrijffout. Heeft hij het weer niet opgenomen. Maar oké, we gaan het gewoon weer proberen. Maar dan laat ik even zo meteen mijn roerei zien, hoe ik die maak. Ja. Dus, hier heb ik al een roerei staan. Maar daar zitten dus twee eieren in, melk in, paprika, currypoeder, paprikapoeder, zwarte peper en sambal. Dat is voor mijn ventje. En dat ga ik zo meteen bakken. En dan laat ik even jullie zien hoe ik mijn roerei maak. Dus, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Yeah. Zo, dat is al lekker bezig met gaan worden. We gaan dus nu eventjes mijn mannetje filmen. Ja, vind ik leuk. Filmen, ja. Gaat het er met de alwas dan? Ik wil niet gefilmd worden. Ga weg. Nou. Nou. Nee, is goed, joh. Geintjes. Vergeintjes? Krijg je kleintjes toch, mensen? Ja. Nou, dan pak ik eventjes weer een doos met eieren. Een dozijn. Een dozijn, zegt hij nog wel hier naast me. Achter me, voor Hoeveel me. Eieren gaan in een dozijn? Geen idee. Ligt toch aan de grootte die doos gaat of niet? Aan het nou. Nou, heb ik hier al één ei. Dat is geen ei. Ja. Alleen dit wil dan niet, omdat ik met één hand aan het vloggen ben en met één hand. Wat? Gewoon even tikken dan. Ja, maar dat. Hou ik het kopje wel vast. Ja, schat, maar ik heb altijd mijn twee handen bezig. Even zo, hè? Nee, dat wil ik doen. Als jij nou even deze camera vasthoudt, kan ik mezelf ook zien. Ja. Als je nou dat klepje dan weer eventjes draait, zo, alsjeblieft. Het is een beetje benet en net een beetje wazig. Niet wazig. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Iedereen heeft dat wel eens. Niet wazig. Jij doet het net zo, ja. En anders ga je eventjes een beetje zoemelen en dan weer uitzoemelen. Ja, dat is waar. Mooi. Mooi. Dat is één. Nee, dat is geen ei. Die had je nog niet schoon, hè? Nee. Mooi. Dan pak ik nog een ei. Twee ei is een half ei. Drie ei. Ja. Daar zijn. Ik doe namelijk er drie. Denk nee. Ik. Ja. Ja. Ik mocht er maar twee. Maar ik heb ook allemaal bij. Ja, daarom. Kijk, het scheelt weer een ei. En omdat ik mijn eiwitten moet hebben, in verband met mijn maagverkleining. Geef je mij het ei geel en jij het eiwit. Nee. Oh, jammer. Zo. Ik is alweer heel veel. Dat is even kijken. Fiek. Oeh, ja. Jammer. Je weet niet of het jammer is. Het ziet er jammer uit. Dat zal. 1, 2. Oeh, dat is lekker, mensen. Ja! Is dat zo? Ja! Oké, wat ga je daarmee doen? Wat gaan we hiermee doen? Nou, dan gaan we weer lekker hutselen, kutselen, klutselen. Heb ik daar een beetje ruimte voor deze even neer te zetten? Daar aan die kant? Ja, daar heb ik ruimte voor. Kijk, dat is mooi. Mooi, dan gaan we hutselen. Lekker roeren. En door de ei heen. Dan pak ik de melk, lactosevrij, ja, van Arla. En nee, ik krijg er niet voor betaald of ik word niet gesponsord door Arla. Totaal niet. Gewoon niet. Nee, nou, doe weer melk er doorheen. En dan gaat daar dus weer currypoeder doorheen. Zo, paprika poeder doorheen. En dan weer een zwarte peper en geen sambal. Wat ik dan nog wel eens doe. En dat heeft mijn ventje niet, ik lekker wel, want ik wist niet of hij daarvan hield. Maar elke ei gaat altijd weer anders worden bij mij. Ketchup Amanis
Van improba, improba, weet ik het. Glutenvrij. Ja. Dan gaat er een heel klein beetje doorheen. Een beetje zoutgehalte. Maar wel kunst gewoon beter dan in plaats van normaal zout. Kijk. En dan krijg je dus een donker kleurtje. Maar oh, zo lekker. Ja, nou dat is mijn eitje. Ik zou zeggen, ik blijf kijken en tot straks. Kaas op de omelet, ook lekker. Kaas omelet. Zonder spek. Vegetarische omelet. Ja. En dan je bovenreutjes, die zijn al gesmeerd. Goed zo. Mijn bovenreutjes, ja, die zijn hier. Hè? Dat is mooi. Hé, jammer. Ja, maar die heb ik nou nog niet nodig, geduld. Nee, maar ik laat ze even zien. Mooi zo. Duur niet te veel kaas op, want je moet zelf ook nog wat hebben. Zat. Ja? Oké. Okay. Zat. Ja, dat is mooi. Een beetje hoog vuur. Beetje maar. En die meisjes zijn er ook, zo te zien. Hé, hey, lekker ding. Hé, hey, baby. Ja, en nee, ik sla er niet. Het is gewoon een ploppen. En een dik gezet husky. Half husky, toch? Het is gewoon een husky. Nee, een half husky. Het is een husky. Oké, okay. Het is een husky. Het is een husky. Dat de vader ook husky was. Ja, kijk. Precies. Hé, meis? Ja, hè. Dat is gewoon weer een beetje. Maar als mama nou husky was... En vader was een Yorkshire. Was zijn ook Yorkshire of niet? Geen idee. Het volgt niet de mannen klein, dus. Dat scheelt je. Geen idee. Dat scheelt je. Ja. Ja. Maar wij gaan weer even verder. Ja. Ja. Wij gaan weer even verder vloggen en dan zijn we mee bezig. Ga eens mooi zitten. Ga eens mooi zitten. Is jij deze nu wel? Als je broer er is, wel hè? En je aangenomen broer, dan wel. Nu ook of niet? Natuurlijk. Nee, afgekeurd. Iets gekregen, maar even door. Gevolgd door de koers. Leg ze neer. Ja, ja, precies. Ja. Wil jij je eitje hebben? Lekker. Mooi. Ik zou zeggen, wil ik heel graag even deze, even op die pannetje hebben. Pannetje, pannetje. Ja, want het is heel gaaf. Spannend. Alsjeblieft. Kijk eens, naar mij. Ziet er goed uit. Oh ja, dan doe ik wel een beetje olie erbij. Een heel klein beetje olie. Dit is de zonnebloemolie. Kijk aan. Ja. Je houdt niet van olijfolie. Oh ja hoor. Maar niet om mee te kopen. Oh ja hoor. Ook nog. Ja hoor, waarom niet? En mijn bakkenbraad is op, ja, en dat is wel beneden. Maar dan heb ik ook nog altijd die olie. Dus dan doe ik lekker olie. Zo. Er staat hier al iemand te schrooien, wat niet mag eigenlijk. Maar ze krijgt altijd wel weer wat van mij, maakt niet uit. Dat weet ze. Voor kaas krijgt ze altijd wat. Kun je vangen dan? Niet, dacht ik al. Je kan ook helemaal niks, hè? Nee. Helemaal niks. Beetje mijn ei een beetje wat groter maken. Het is wel een beestenbende hier nu. Met je jongetje, je meisje en je andere meisje. Ja,
Hier wel. Hier altijd, hè? Zo. 1, 2. Kun je vangen dan? Kun je vangen dan? Wow. 1, 2, 3. Hapslik weg. Het gaat erin als koek. 1, 2. Oh, zo, en je kan vangen. Hoe doe je dat? Nou, als ik naar de visboer ga, ja? Zeg ik altijd, kunnen ze naar mij toe gooien. Ja? En thuis zeggen dat ik ze gevangen heb. Oké, goed zo. En dan pak ik zelf ook nog eventjes een lekker plakkie. Ja. Je moet wel een beetje overal van genieten, toch? Weer in. En dan is het weer in het kassie. En kassie weer dicht. Maar vertel, je hebt nog speciaal brood. Ja. Heb ik ook nog, ja. Dat is de klassieke volgens mij. Ja. Extra stevig. Ik heb Bourgondisch brood. Ja. 2 euro bij de Hoogvliet. En wat is daar nou zo lekker aan? Hij vult lekker, hij smaakt goed, en het is gewoon lekker. Okay. Ik zou zeggen, probeer het ook als ik wil. Ze hebben ze ook in andere kleuren, zoals lichtbruin en wit volgens mij. Ja. Kijk, voor elk wat wils. Wat heb je daarvoor moois? Varkensreuzel. Ja. Versmolten nog wel. En dat is voor je meisje. Ja, die gaat er al zo lekker bij zitten. En haar bekje helemaal schoon likken. Want ze denkt, oeh, ik krijg wat lekkers. Ja, dat klopt zo. Die krijgt het wat lekkers voor mij. Wil je deze hebben dan? Wil je hebben dan? Pootje? Andere? Nee. Poot? Ja, rustig. Poot? Andere poot? Andere? Ja, die is goed. Andere poot? Andere poot, schatje. Andere poot. Andere poot, high five. Ja. Dat is lekker. En dat was alweer op. Ze geniet er ook niet van. Nee. Zo, we gaan hem zo meteen even gaan omdraaien. Ja. Kijk, en hij ziet er heel mooi uit. Mag ik eventjes mijn afstandsbediening, schatje? Ik moet hem waarschijnlijk een beetje veller maken. Oh, hij is al op zijn velst. Of niet? Ja, dat is het velst. Mooi! Zo. Geef ik hem aan mijn mannetje. Kijk, kan hij even hem vloggen, filmen. 1, 2, 3. De kaas moet even heel kort eigenlijk. En ik moet ook blijven schudden omdat het kaas is. Anders heb ik zo meteen een aangebrande kaas. Kijk, dat zeg ik. Even zo. En zo meteen nog weer even omdraaien. Een vorkje erbij, want het wil nou niet wat ik wil. Nee. Een beetje op hoog vuur. Dan kan ik even mijn broodje smeren en dan nog even omdraaien. En dan is mijn kaas ook mooi. Ja. Oh, kijk. Maar jij doet het met dat en ik niet. Nee. Heel even zo.
Nou, dan ga ik hem nog heel even omdraaien, mensen. En dan laat ik hem ook zo even op hoog vuur. Hoef er niks meer mee doen. En dan zometeen gezellig eten. Dus, ik zou zeggen, schrijf even hieronder eventjes wat jullie hebben en gegeten. Wat jullie zouden willen zien. En wat wij gaan maken. Wat jullie wel eens een keertje hebben en gegeten. En dan gaan wij dat misschien ook eens een keer maken. Zou je dat leuk vinden? Dan lezen we dat heel graag. Heel graag zelfs. Ik zou zeggen, dikke, vette peers.